En ik heet jullie weer een hartelijk welkom bij les 5, de knooppuntmethode. En we gaan direct beginnen. We hebben hier een vraagstuk met een weerstandsschakeling. En bij de knooppuntmethode gaan we, werken, gaan we gebruik maken van onze knooppunt. Knooppunt A. Hierin komen natuurlijk de stromen aan, en dan kunnen we weer natuurlijk de eerste wet van Kirchhoff gebruiken. En niet van ampère, wat ik wel in de vorige video dat zei. Dus herstel. Uh, daarnaast hebben we een referentiepunt en die gebruiken we dus hier oh, Dit is onze referentiepunt, even mooi aangeven. En wat we nu dus gaan doen bij de knooppuntmethode, is dat je dus werkt met knooppunten. Dat is heel lastig om natuurlijk te begrijpen, horen, dus ik laat het jullie gewoon direct zien. Om bijvoorbeeld de stroom I1 uit te rekenen, krijgen we de vergelijking. I1 is 20 volt min VA... Gedeeld door 850 Ohm. Wat ik hiermee wil zeggen is dat de stroom die door de weerstand R1 zal lopen gelijk is aan 20 volt die vanaf hier wordt geleverd, min het voltage bij punt A, dus V punt A, gedeeld door 850 Ohm. Dan hebben we dus de stroom I1. Oké, okay, hoe zal dat dan voor stroom 2 uitzien? Denk, bedenk nu zelf, hè bij stroom i1 zeiden we van hey, die uh, bronspanning min punt a en hier zal dat dan natuurlijk ook hetzelfde zijn echter met deze bronspanning dus 15 volt min de spanning op punt a gedeeld door 425 ohm oké okay, en bij punt i3 stroom i3 krijgen we te maken met va dus de spanning op punt a gedeeld door de weerstand van 1000 ohm is I3. Nu wil ik nog een extra toevoeging erbij geven, want dat is wel belangrijk. Nu loopt de stroom I3 naar beneden, dus vanaf van het knooppunt af. Stel je moet een opdracht maken waarbij deze stroom juist naar het knooppunt toe gaat, dan krijg je in plaats van VA, krijg je 0-VA. Dus dat is even belangrijk om te weten. Dus dan wordt het 0-VA. Terwijl we eigenlijk nu alleen maar VA hebben, want de stroom gaat er van af, oké? Okay? Maar wij hebben natuurlijk de stroom, uh, de spanning VA hebben we niet. En die gaan we dus berekenen. En dat gaat als volgt. Kijk hier links mee. Daar ben ik bezig. Ik neem weer even de stroom i1, i2, i3 en die ga ik nu opschrijven. Dus ik zei van i1 is 20 volt min VA gedeeld door 850. Maar dan komt er een plus bij, want ik ben als het ware dit knopend aan het uitschrijven. Plus I2, maar min deze. Gewoon V3. Ik heb het expres met kleuren gedaan, want anders wordt het heel onoverzichtelijk voor jullie. Ik hoop dat jullie het zo zullen begrijpen. Oké, okay. eerst natuurlijk gelijk aan 0. Jullie zien dat we hier met breuken te maken hebben. En deze breuken zijn niet gelijk. En om de tellers, de bovenkant is de tellers, om die bij elkaar op te kunnen tellen. ...moeten we de noemers gelijk trekken en om dat te kunnen doen, moeten we dus het gaan uitrekenen. Ik heb het al voor jullie uitgerekend, mocht je nou niet begrijpen hoe we dit uitrekenen... ...dan raad ik je aan om te gaan kijken naar het vak rekenen, waarbij ik het heb uitgelegd. Maar heel kort gezegd, heb ik deze allemaal met elkaar vermenigvuldigd, heb ik dit verkregen... ...en dan, uh, ja dat doe je dan per tak, moet je even kijken hoe je dat het best kan oplossen. Maar in deze video wil ik het kort houden, dus ik heb het al voor jullie gedaan. Dus dan krijg je dus, en dit moet dan een 8.500.000 volt voorstellen. Ik heb expres punten gebruikt, zodat jullie het goed zien. En het groene gedeelte, dus I2, is 12.750.000 volt geworden. Min 850.000 VA. En I3 als laatste, die wordt dan 36.000. Oh, sorry, 3 miljoen. Nee, ik zeg niet goed. 361.250 wordt die gewoon. En dat gedeeld nu door allemaal dezelfde noemers. Dus nu kan ik ze bij elkaar optellen. Waardoor ik het volgende krijg. En waardoor ik het gewoon zo mag opschrijven. Dus ik heb nu alle volts bij elkaar opgeteld. Dus deze bij deze. En ik heb alle VA's heb ik ook bij elkaar opgeteld. Waardoor ik dit heb gekregen. Is gelijk aan 0. Wij willen heel graag weten wat VA is. En om dat te kunnen uitrekenen, moeten we dus in eerste instantie deze naar de andere kant toe brengen. Hier was hij positief, hier wordt hij negatief. En om nu aan VA te kunnen komen, moeten we een deling uitvoeren. Om aan VA te komen, rekenen we dus uit: min 21.250.000 volt gedeeld door 1.636.250 min min. Wordt dus positief 12,987 volt. Ik laat hem expres in 3 decimalen zodat we nettere stromen krijgen. Nu gaan we het invullen, en ingevuld geeft dit ons: dit, dit, dit. En de antwoorden worden dan 8,25 mA, 4,74 mA en 12,99 mA. Je ziet dat we op dezelfde stroom uitkomen zoals in de vorige opgaves. Altijd even een controle uitvoeren. Dan weten we zeker dat we het goed hebben gedaan. Dus, dit is hoe het werkt met knooppuntmethode. Dus, je kiest een knooppunt uit en vanaf dat knooppunt ga je aan het werk. Ook kies je een referentiepunt uit. Ja, zodoende, zodoende werk je het uit. Zorg ervoor dat je het heel goed opschrijft, want vooral, voornamelijk bij de breuken gaat het fout. Want je ziet het, ik moet hiermee doorrekenen. En als je hier een fout maakt, dan heb je te maken met een doorrekenfout, waardoor je niet op de goede eindantwoorden zal komen. Dit was het einde van de les. Ik hoop dat jullie hiermee op weg geholpen zijn. Vond je het leerzaam? Laat dan sowieso een like achter en ik zie jullie later.